Afgelopen week hebben verschillende weertypes de revue gepasseerd. We hadden te maken met onweersbuien, regionaal veel regen in het zuidoosten. En dat werd dan weer afgewisseld met droge en zonnige dagen. Dus die opbrengst van duurzame energie fluctueerde nogal. Maar als we dat allemaal even op een hoop gooien, dan is de conclusie dat we vorige week iets meer zonne-energie hadden en iets minder windenergie dan normaal. En als we dan naar deze week gaan kijken, zijn de rollen precies omgedraaid. Er komt meer bewolking voor, dus de opbrengst van zonnepanelen wordt iets lager verwacht dan gemiddeld, maar de wind trekt daarentegen wel aan, dus de opbrengst van de windmolens wordt dan weer wat hoger ingeschat. Nou, dat droge en zonnige weer van de afgelopen tijd kwam door hoge drukgebieden en die zijn de komende dagen niet zo bepalend meer voor het weer. Er steekt een westelijke wind op. Op de Atlantische Oceaan komen lage drukgebieden dichterbij, zorgt af en toe voor storingen met regen, meer bewolking, dan trekt de wind ook weer wat aan. Af en toe zijn er ook wel weer droge momenten, dan is de opbrengst van zonne-energie natuurlijk weer een stukje beter. Maar samengevat hebben we eigenlijk een groot deel van de week met een westelijke of een zuidwestelijke wind te maken en komt er dus af en toe een regen- of bewolkingsgebied over Nederland heen trekken. In de symbooltjes ziet dat er vervolgens zo uit. Dinsdag hebben we echt wel met een stevige westenwind te maken. Vooral in de kustgebieden en op de Noordzee is dat voor de windparken natuurlijk heel erg gunstig. In de loop van de dag gaat de bewolking toenemen. Vooral in het westen weinig ruimte voor de zon. In het binnenland zal het nog wel een tijd zonnig zijn. Nou, op woensdag hebben we ook nog met die bewolking te maken. Kan er af en toe ook wat lichte regen vallen. Wat zonne-energie betreft niet al te best, maar de wind maakt het dan weer aardig goed. Als we naar het tweede deel van de week gaan kijken, eigenlijk weinig verandering. Vooral in de kustgebieden redelijk wat wind. Uit het westen tot zuidwesten zijn zonnige en droge perioden. Dat is even een piekmomentje voor de zonnepanelen. Maar het zal niet zo zonovergoten zijn als verleden week het geval was van tijd tot tijd. Dat de wind gaat waaien is natuurlijk heel erg gunstig voor de windmolens, opwekken van windenergie. Dus als je een elektrische auto hebt, leg hem aan de windenergiestekker. Dan kun je goed profiteren van een beetje die onstuimige week die we hebben. En op het moment dat de zon schijnt, is het natuurlijk voor de zonnepanelen ook nog goed. Maar de windenergie is dus goed voor het opladen van je auto.